Goedemiddag allemaal. Hey. Nou, waar rijden we? Bij Hamburg, hè? Ja. Wij hadden zoiets van, nou, dan gaan we zondags wel rijden. Dan is het niet zo druk. Nee, hebben we niet zoveel vrachtverkeer? Nee, dat klopt. We hebben nou veel campers, zeg maar. Ik vermoed dat iedereen... nou, veel in ieder geval. Maar ja, goed. Maakt niet uit, we hebben alle tijd. Yep. Jo, hey, gewoon even in zijn vooruit, meneer Cataro. Cataro. Jo. Maar in ieder geval, we hebben stouw. Ja. Moet er nog? 300 kilometer? Ja, we moeten helemaal niks natuurlijk. Maar... Nee, maar we gaan nog 300 kilometer. Ja. We moeten niks, maar we doen het wel. Yep. Bij deze te koop aangeboden. Wat? Navigatie. Sla na 120 meter linksaf. Kijk naar de volgende rechtsaf. Knap, hè? Een tunnel. Zo, kijk eens even. Een hele vrije snelweg voor ons. Waar is iedereen nou, joh? De file zit achter ons. ze zitten achter ons. Ja. Zou dat het wezen? Ja. Kijk, mooi die lucht. Ja, het is heel mooi die lucht. Nou, nog 102 kilometer. Zitten we in ieder geval weer net in Nederland. Een of andere... Borgen. Oh ja, zitten we in Borgen. Iets gevonden van de Roompot. Ja. Dus ik ben benieuwd. ACC-boeking. Ja, staat niet op de app, hè? Nou, in ieder geval niet op de app van de NKC. Nee, wel in dat boekie. Wat je erbij krijgt van de actie. ACC. Ja. Dus... Jong katje. Die doet niet meer. Nou, dus we gaan kijken of het wat is. En als dat wat is, dan blijven we daar in ieder geval vandaag uiteraard. En dan morgen ook. Even lekker een beetje relaxen nog, de laatste weekie. Ja, maar dat is wel fijn dat we samen rijden, hè? Ja, dat is inderdaad fijn dat we samen rijden. Want anders had ik weer 505 kilometer alleen moeten rijden. En dan ben je echt helemaal naar de kloot. Althans, heb ik wel. Ja. Hè? Ja, oké. Okay. Nu valt het in principe wel mee. En ik kan wel zeggen, ja, dat stukje bij Bremen, ja joh, dat is gewoon relaxed. Maar ja, je moet toch opletten. Ja, dat was ik. Dat was Hamburg. Ah ja, Hamburg. Bremen was niet zo boeiend. Ja, nou is het toch zo? Nou. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Zo, nog een paar honderd meter en dan moeten we, als het goed is, moeten we linksaf. En dan zijn we bij een van de Roompot accommodaties. Over 400 meter sla linksaf. Kijk, dat zei mevrouw Google over 400 meter. Het is Bospark Lunsbergen. Dat is het. Hebben we het ook een keer kunnen noemen, hè? Ja. Bospark Lunsberg. Makkelijk, hè? Ja. Sla niks af. Doen we. Kijk. Ik heb even geduurd. Ja, ik moest even omwegje. Kijk, Roompot. Over 300 meter. Nou, de bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Zo, na 505 kilometer. Hij staat weer op een plekje. We zijn gearriveerd in Borger. In Borger. En ja, we zitten nu op een park van de Roompot. Ja. Was even. Ja, nou ja, ze hebben het op dat dingetje zien staan. Ik weet het even niet meer. Ja. Ja. Was even moeite om binnen te komen. Ja, dat heb je hier al bij dit soort parken. Op een gegeven moment om 1:05 is iedereen natuurlijk weg naar huis. En dan moet je de park nog maar op zien te komen. Ja, je eigen melder bij de patatzaak, maar die weet eigenlijk nog... Nog hecht, nog sterk. Dus ja, patat bakken. Zelf maar een beetje rommelen. Nou, het is uiteindelijk gelukt, want we staan op het camperplaatsje. Ik denk dat het camperplaatsje nog niet zo oud is hier, want... Nee, ik denk dat niet. Aardig berg met onkruid. En dat is volgens mij net gerealiseerd, althans die berg, die onkruid, dat gaat ook hard. Allemaal... Allemaal verharde plekjes, stroomafsluiting, water, een stukje gras erbij. Nou, we gaan gewoon even
Even 2 dagjes denk ik relax. Wat we nu gaan doen is lekker naar de patatzaak. Gaan we lekker even vette hap scoren. Bij deze park is natuurlijk van alles aanwezig. Zwembad. Wij zijn even bij de patatzaak. Ja, ik ga niet heel het park filmen. Hier een lounge setje. En dan daar heb je een beetje waar de mensen op het terras kunnen eten. Patatzaak en dergelijke. Patatzaak en restaurant. Mozzarella. Alles is aanwezig. Nou, we gaan lekker genieten. Zo, dit hebben we toch wel even gemist, hè? Nou, hij valt best mee. We hadden gewoon alleen trek en dan is dit even makkelijk. Ja, maar in principe alleen maar gewoon, ja, weet ik veel wat, die koek of dat broodje, de croissantje bij de tankstation op vandaag, hè? Meer hebben we niet op. Nou, croissantje, appelflap. Ja, dat is waar. Kijk, en nou even lekker patatje, kroketje en een bami-appie en een frikandelletje. Nou, eet ze! Eet ze! Hey, we zijn even na het eten een stukje gaan lopen, maar kijk. Ik weet niet of je dat zo ziet. Die dauw hangt al over dat weiland heen. Echt mooi om te zien. Nou, hier zou je zomaar wel beestjes kunnen zien hoor, geen probleem. Maar ik kwam daaruit, uit de bosjes. Dan gaan we weer verder. Ja, goedemorgen allemaal. Wat zie ik daar nou weer die kaak heen en weer gaan? Ah, ja, ze is snel eten. Dan gaan we jou niet meer heen en weer. Nou, ik heb het ook op hoor, chocoladebroodje. Het is maandag, we hebben lekker uitgeslapen. En we gaan nou een boswandeling maken. Het is 10:50. 10:50. Dan even bij de receptie wezen betalen. Ja. Super nette prijs. Ja, €16,20. AC-Zipas. Ja. Het is €14. En dan is dat natuurlijk ex-toeristenbelasting. Ja, dat is een prima prijs. En dan mag je gebruik maken van alle faciliteiten. Dus we hebben ook nog binnenzwembad en buitenzwembad. En noem je al de zooi maar op. Dus, nou. Doe ze gewoon op knop drukken. Ja, is gewoon keurig netjes. Nee, super netjes. Nou, wij gaan een stukje lopen. Zonnetje moet even doorkomen. Ja, maar het is lekker droog. Ja, de temperatuur is prima. Ja, prima. Nou, we gaan lopen. Kijk, we zijn een routetje aan het volgen van 6,7 kilometer via Komoot. De Hondsrug. Meindersveen gaan we nu in. Daar zijn we ingestuurd. Lekker weer zo even hoor. De laatste paar dagen natuurlijk aardig kilometers gereden. Dus nu gewoon weer even lekker wandelen. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Kijk, de family of a monkey. Lekker hè? Ja, beetje veel wind, dus het zou wel tekeer gaan. Ja, dat valt wel mee. Nou, hier. Ik kaap jou er niet op zitten. Kijk, dat haar. Eeuw, trouwens, ja. Trouwens, even mijn haar eventjes niet meer gedaan, want het zat helemaal vol met... Ja, ze zijn nou een end weg. Ja, het zat helemaal vol met muggenbulten. En als je er dan met de scheermes overheen gaat, leg je heel je kop open. Dus, dat was nog een cadeautje uit Zweden, al die muggenbult. Maar het is nou weer langzaam aan het verdwijnen. Lekker toch zo, we moeten nog een kilometertje. Ongeveer. Dan zijn we er weer, denk ik. Als het goed is. Ja. We gaan het vanzelf zien. We hebben de tijd. Ja. Het is weer even geleden, hè? Ja. Kijk, hij staat gewoon weer te pruttelen. Voor het laatst bij Dick en Jacques, volgens mij. Ja, maar dan op het rooster. Ja, hij heeft al even niet gewerkt. Nee, hij heeft al even niet meer gewerkt. Daarom moet hij eventjes werken, hoor. We hebben... Kijk. Een beetje op een professorische manier. Omdat we geen zin hebben om de grote tafel. Nee, de vlees even op het hopstapje daar. Ja. Lekker belangrijk.
Moosje is ook met zijn toetje bezig. Die is aan het kluiven. Moosje heeft al gekaamd. Ja. En wij gaan lekker eventjes een beetje barbecuen. Niet zo gek veel, want we hebben best al wel wat gegeten, geloof ik. Of niet? Oh nee, alleen een ijsje. Ijsje? Ja, een ijsje. En onderweg appelflap. Oh ja, dat. Dat was ik alweer vergeten. Ja. Chocoladebroodje. Ja, lekker koolhydraatvrij. Ja. Als de huisarts dit ziet, dan... Pap turkies. Ja. Kaas. Ja, nee, ik heb al eigenlijk wat op. Oh, toch wel. Ja. Nou, eetje. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We zijn weer op pad. Ja. Hoop. Ben je weer te hard? Werkelijk. We zijn in Arnhem. We gaan naar een Oostappenpark. Ja. In Arnhem. Vertrouwen is goed, controleren is beter, hè? Ja, dus dat gaan we even doen. Ja, dat gaan we zeker even doen. Nog 700 meter. Ja. En we zijn er. En we rijden weer. Ja, en we rijden weer. Nee, dat was niks. We hebben gecontroleerd. Vertrouwen is goed, maar we hebben gecontroleerd. Is beter. Nee, sorry, maar dat was niet mijn ding. De tas had wel zoiets van... Nou ja, de locatie was prima. Het lag in het bos, ja, maar... Nee, het park zelf niks. Een hoop polen. Of tenminste, ja, wat het ook was. Ja, dat maakt op zich ook nog geen eens zo uit. Nee, maar ook een hoop klagende mensen al bij de... Receptie. Bij de receptie. Nou, we waren even de park opgelopen om eventueel een plekje te bekijken. En ze zei al dat alle camperplekken vol stonden. Nou, die stonden dus niet vol. Maar ja, voor ons had ze eigenlijk plek. Maar dat was ook ja, echt helemaal achteraan eigenlijk tegen de Rijksweg aan. Ja. Nou, dat ga ik niet doen. Ik ga niet meer naast ze, want het is de bedoeling dat dit onze twee laatste nachtjes, twee laatste dagjes zijn van de vakantie. En dan gaan we thuis nog even het een en ander rommelen en doen en weet ik veel wat. Maar ja, zo wil ik hem niet afsluiten. Nee. Dus we gaan naar Iloon toe. Ja. Natuurcamping Groenendaal. Ja, ook altijd een ontzettende fijne plek. Ja, dat is een hele leuke plek. Dus we hadden al een beetje zitten kijken, waar gaan we dan heen? Lidl. Ja. Lidl is in de buurt, Pampel is in de buurt, de Schinkel is in de buurt. Ja, toen was het gauw beslist eigenlijk, hè? Nou, maar zoiets, weet je wat, we rijden lekker naar Iloon toe. Nou is het. Dus jullie gaan het zien als we in Hoendelo, nee, Loenen, hè, is dat. Daar is ja. Loenen. Ja, is net Loenen. Als we daar zijn, jullie gaan het zien. Jullie gaan het zien als we op ons plekje staan. Nou, we staan weer op ons plekje. Natuurcamping Groenendaal. Schitterend plekje. Kijk eens even. Het stoertje staat weer buiten. Daar zien we al een of andere koe staan. Waar? Nee. Kijk. En daar in de verte staan nog wat dammetjes, denk ik. Kijk eens even, een hele groep. Het is zo fantastisch aan die camping hier, hè. Je zet hem neer, pak je verder kijken. Trouwens, heb je nog geen eens nodig. Als het zo rustig is, komen ze ook gewoon dit veld op. Heerlijk stekkie. Ja, lekker wat gegeten. Broodje op. Het is nu 1 uur of 3 geweest. We gaan lekker even een stukje fietsen. Het is wel weer even een paar weken geleden. Ja, zeker lang geleden. We zijn wel actief geweest met het lopen, maar nu even fietsen. We gaan even een stukje Delenwoud pakken. Hè? Ja, een stukje Delenwoud en dan gaan we er daaruit en dan kijken we wel. Ja joh, we zien het vanzelf wel. Dat is ook altijd leuk zo hierachter. Hierachter hoor je allemaal geritsel en dingen. Maar daar lopen ze ook gewoon. Maar ja, goed. Dan gaan jullie vanzelf nog wel zien. Kijk, de weg wordt een beetje verspreid. Beetje slaomend tussen de koeien hoor. Doen we dat toch? Blijven gelukkig rustig liggen.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got weer terug van het fietsen. Dan zullen we eens eventjes, ja, camperplaats. Nee, laat ik gewoon een recreatieveld, laat ik het zo noemen. Nu in de hoogzomer, juli, augustus, september of zoiets, dan is het 17,50 al inclusief. En de rest van de maanden is €15. Nog een schitterend plekje zo. Er staan er al aardig wat. Kacheltje wordt zo gebracht. Kan je hier ook huren. Kacheltje kun je huren. Hout kun je kopen, om het zo maar even te zeggen. Superleuk. En op het veld. Ja. En die koeien. Staan er genoeg. Een beetje door het gras. Vanmiddag hebben we al wel het een en ander een dammetje zien lopen erop. Maar ja, die koeien staan er zat. Kijk eens even. Leuk hoor, want een paar maanden geleden zijn we hier ook geweest. En toen zag je nog die jonge kalfjes. Maar dat groeit als kool, joh. Je kan haast niet meer onderscheiden van die ouderen. Kijk, verrekijker staat klaar. Dat heb je hier wel nodig. Ik heb er net daarachter, ik ben al daarachter geweest. Daarachter. Heb ik al twee reetjes gezien. Eduard, wild zwijn. Nou, voorlopig staan nu eventjes de pruttelpot weer aan. Gaan we even barbecuen. En dan gaan we eventjes lekker daarachter kijken nog met Moosie. Gaan we dadelijk even daarachter kijken. Ja. Kacheltje gebracht, hout gebracht. Nou, is toch hartstikke tof. Ik zou vanavond nog wel eens even sfeerbeelden maken als de kacheltjes aanstaan. Altijd leuk om te zien. Zo, we hebben gegeten. Nu gaan we nog eventjes naar daarachter lopen. Daar achter het hek kan je ook wel eens het een en ander waarnemen. Hè? Ja. Even het barbecue aangehad, zoals jullie gezien hebben. En dan gaan we nu eventjes naar achter kijken. Dan lopen we hier tussendoor. Het is achter op het veld is het. Ja, er zijn wat meer draden gespannen hier. Meer schikdraad. Maar we lopen dan hierheen en dan gaan we daar naar achteren. Er staat een hek en dan gaan we over die breedte van het veld gaan we kijken. Kijk, en dan staan we nu achter bij het hek. Beetje. En dan heb je eigenlijk uitzicht zo. Kijk. Dan is het wachten, spotten. Tot het voorbij komt. Ik kan nog helemaal daar naar achteren lopen. Dat doen we dadelijk ook. Kijk, we staan nog aan de achterkant. Kijk, en wat zien we hier liggen? Daar zie ik zwijnen rennen. Mooi Eduard. Zie je zwijnen rennen? Ze rennen naar links. We hoorden hele zwijnen gillen. Een hoop zwijnen gillen, ja. En die blijft lekker rustig liggen. Wow. Aan een hele grote groep edelherten. Ja, het is al echt al donker. Dus het is een beetje wazig. Het is wel tof. Kijk, daar staan wij met ons kacheltje. Lekker even ouderwets fikkie stoken. En dan hebben we nog een paar
kachel aan. Kijk, is dat grappig. Super grappig gezicht. Wel eens een keertje meegemaakt dat heel het veld vol stond. En toen had iedereen zo'n kacheltje. Was echt een tof gezicht. Goedemorgen. Kijk, Natasja staat op de achtergrond. Fietsen klaar te maken. Het is vandaag woensdag. Denk ik. Ja, het is vandaag woensdag. We staan natuurlijk nog op natuurcamping Groenendaal. Heerlijk geslapen. En nu gaan we met de fiets een stukje rijden. En dan gaan we daar vandaan lopen. Wandelen. We weten nog niet waar naartoe. Maar dat zien we vanzelf wel. Ja, ik wou nou een beetje daar het bos in. Daar zo. Oh, daar zo. Kijk, daar zo ergens. Daarachter wilden ze het bos in. Nou, we gaan het zien. In onze joker weer. Hij had lekker uitgeslapen. Hij had nog geen zin om uit bed te komen. Of voor de rest doorgeslapen op de stoel. Nu is hij denk ik een beetje... Nou, ik weet niet. Ja, het is nog niet echt. Hè? Nee, ja, hij kijkt ook niet in de camera. Moissie, kijk eens. Ja, maar dan kom ik een lippenstift op mijn kop. Oh ja, dat moet je niet hebben. Nou. Gisteren waren we ze weer vergeten. Nu gaan we ze weer opdoen. Dat is eventjes wennen. Ja, maar je moet ze eigenlijk bij de fietsaccu's leggen. Ja. Nou, we rijden. Je zit alweer in het bos, maar ja, dat is foutje poep natuurlijk. Ik lag zo op mijn koken. Daar ga je de camping af en er leg op zich een nieuw grind, denk ik. Dus er moet nog het een en ander aangereden worden. Maar ja, zeker langs de kant, ja, wordt dat niet aangereden. Ja hoor, en de tas denk ik, nou, die ging daar even met de fiets door. Ja, dat gaat niet worden. Nee. Dan sta je gewoon vast, dus dan kukkel je om. En nou lagen ze allebei als een schildpad op de grond. Maar motorclip bleef niet. Ja, joh. Onze fiets is daar aan de boom vastgezet. En dan gaan we hier het bos in. Nou, gaan we eens even kijken. Daar zie je nog net wat lopen. Daar gaan ze. Drie reetjes. Al een paar reetjes gezien. En nog een... Een zwijn met jonkies, twee jonkies die staken over. Nu even lekker wat drinken. He? Ja, het is lekker hè? Ja. En lekker stil. Ja, het is prima. Maar ja, komt eens door de week hè? Ja. Om heel af en toe eens een paar fietsjes tegen. Ja, niet op dit soort paden, maar... Je zou haast zeggen, ik ga in het weekend werken en we nemen door de week vrij. Nou. Bewijs van. Ja. Hier zie je een schaapskudde met een herder erbij en honden. Eigenlijk zou die ze nou even commando moeten geven. Hier hoor je die fluitjes. Hond drijft ze dan weer iets naar boven. We zijn weer terug bij de camping. Even lekker bakkie gedaan. He? Wat koffie. Wat gegeten, broodje gegeten. Fietsjes al achterop gezet. Beetje rommelen nog joh. Het is nog lekker hoor. Ja, het is wel hartstikke lekker. We zijn er wel het een en ander weggegaan. Maar... En weer nieuwe bij. Ja, en weer nieuwe erbij. En Moes? Ik heb Moosje weer even een beetje oefenen hè, met loslopen, hè Moos? Cowboy. Oh, we hebben voor de rest niks meer gezien onderweg. Ja, ja drie reetjes. Ja. Toen was ik even terug gefietsen, even een paardje in gefietst. Ik denk misschien zie ik ze dan nog, maar ik zag ze niet meer. Nou, hier op het
veld zie ik nu op dit moment niet anders dan van die koeien. Dus. Ja, volgens mij daar achteraan in de kuil. Oh. Achteraan in de kuil. Maar. Nou. Heerlijk zo. Even de laatste dag hier ontspannen. Morgen gaan we weer naar huis. Morgen is donderdag. Kunnen we tot vrijdag eventjes wat boodschapjes doen. Kunnen we alles weer een beetje op orde maken. Hebben we het weekend nog. Hebben we de maandag nog. En dan gaan we dinsdag weer beginnen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is iets over 10:30. Het is vandaag donderdag. En het zit erop? Ja. Ja, we hebben fantastisch naar ons zin gehad, hè? Ja. Ik heb dat woord heel veel gebruikt. Fantastisch, prachtig, geweldig. Super, ja. Mooi. Nee, we hebben echt een schitterende vakantie gehad. Zweden, Denemarken was echt top. Ja, absoluut. Echt een hele hoop mooie natuur gezien. En dikke Jackie weer gezien. Was ook superleuk. Ja, gewoon alles. Heel de vakantie was gewoon leuk. En nu als afsluiter op de Groenendaal. Natuurcamping de Groenendaal in Loenen. Ook Iloon. Ja. Super bedankt. Voor de gastvrijheid. De kacheltjes. Het is toch weer een hele happening. Gewoon lekker een beetje fikkie stoken op een camping en zo. Hè? Ja, nou en beesten spotten. Kunnen nou dadelijk thuis fikkie steken? Ja, we gaan dadelijk thuis fikkie steken. Nou, fijn dat jullie met ons meegereisd hebben. En we gaan natuurlijk gewoon door met de weekenden. Ja, uiteraard. En nieuwe abonnees. Hey. Super bedankt voor het abonneren op ons Dankjewel. Kanaal. Zijn, zijn we Gezellig. Echt heel erg blij mee. We zitten over de 3000 abonnees. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Leuk. Ja, zeker leuk. Dus blijf ons volgen. We gaan ieder weekend weg, behalve aankomend weekend dan. Want ja, we gaan nu naar huis. Dus, maar volgend weekend, bij goede gezondheid gaan we er weer vandoor. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei.